Ja, het is vandaag weer een feit. Ik heb een bril. Ja. Ja, nou, ik film dus altijd met mijn telefoon, maar Roderick die zei net al tegen mij. Luister en huiver. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer vrijdag 28 mei 2021. En het loopt nu bijna tegen 9 uur. Want het is nu ongeveer 8 uur 53, 54, 55. Geen idee, wie zal het weten? Ik weet het niet. Maar het is mooi weer en wij gaan er een mooie dag van maken. En ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Als daar niemand aan het voetballen is, is het rustig, rustig. Lekker hè? Lekker hè? Ja, dat dacht ik ook. Wel. Lekker hè? Kom maar, ga mee. Ja, het is vandaag weer een feit. Ik heb een bril. Ja. Hoe vind je mijn bril? Tijdje goed. Ja, toch wel? Gaat het mij ook goed? Grap maken. Ja, dus ja. Dus handig. Ideaal. Helemaal top. Ja. Nou, dit is dus mijn bril. Ja. Ik ben er heel blij mee, moet ik zeggen. Het staat me goed. Ik mag niet klagen. En ja, ik ben dus nu even aan het koken. Wat kippensoep. En dat is voor mijn samenwerking wat ik heb met TV Westronk. Dus met Scherelo. Dus daar heb ik een samenwerking mee. Dus daar maak ik dus zo af en toe leuke kookvlogs. En ik weet niet hoe dit nu gaat met spiegelingen. Maar ja, ik zou zeggen, laat even sowieso even een leuke reactie onder. Wat je vindt even van mijn bril. Dat zou ik heel leuk vinden. Kijk, en daar hebben we Ro. Kijk, die heeft even net de vuilnis weggebracht voor mij. Helemaal top. Hè, schat? Ja, duimpje omhoog voor Ro. Nou, daar hebben we dus, hè? Lady. Ja, ik moet soms even denken hoe dit nou zit. Geen idee. Nou, lovely lady. Beauty! Ga eens maar zitten. Ja, zit. Oh, lady, wel zitten. Hey, love. Oh, niet. Ga je niet zitten. Nee,
kan je dat dan niet? Wie ben ik? Hij. Ja, nou, ik film dus altijd met mijn telefoon, maar Roderick die zei net al tegen mij. Luister en huiver. Vertel, nee. Wat zei jij nou? Nee, vertel jij maar wat ik zei. Nee, ik kom daar niet meer uit. Dus vertel. Hoe moet ik dat nou vertellen? Over een dame. Ja, maar, ja nou vertel. Ja. Vraag. Nou, ik vraag aan jou. Want je vroeg aan mij, laat ik het even bij het begin beginnen. Ben ik nu mooier? Mm-hmm. Met een bril. Zeg maar nee. Nou, dat vond je niet leuk. Dat maakt me niet uit. Nee, maar wat? Dus dan vraag ik aan jou van kijk eens in de spiegel. Ja. Is die dame mooier, met of zonder bril, dan jij? Ja, en toen werd ik een beetje verlegen. Dezelfde dame, alleen... Met de bril. Andersom. Ja. Dus is zij mooier, of juist niet? Het is niet mooier dan jij, toch? Wel. Vind je het mooier, andersom? Ik weet het niet. Spiegelbeeld. Geen idee. Ik zou zeggen, laat het vooral even weten. Zo, Peter. Ja, ja maar ja, zo en zo film ik dus altijd, jongens. Ja, dus ja. Ja. De man in de spiegel heeft het aan de linkerkant. Aan de rechterkant, linker of links. Wat is handiger, links of rechts? Ja, weet ik niet. Vertel. Is het linkshandiger, dan kan je het rechts pakken. Huh? Nee, linkshandiger, dan kan je het links pakken. Ja, dat kan. Allemaal. Maar wat is dan handiger? In weet de spiegel? Niet. Dat je met je linkerhand kan pakken. Ja. Of is het handiger dat je met je rechterhand kan pakken? Dit is het verschil in. Maar wat is nou handiger? Ja, dat weet ik ook niet. Dus, maar oké. Dat is weer de gekkigheid van Ro. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.